De algemene waanzin. Ik vind het wel poëtisch klinken. Dat je kan zeggen, nou, de waanzin, die is algemeen. Dus niet individueel in mij. Waanzin, hè? Ja, die is algemeen. Dan kunnen ze jou nooit de schuld geven. Ik probeer je een beetje te helpen in jouw leven. Dat we allemaal eenvoudig worden. En allemaal begrijpen dat we in principe niks voorstellen. En als ik zoiets zeg, dan heb ik de beperking dat er tussen jou en mij dat ding zit en dat heet taal. En het woord niets heeft geen betekenis. Het is een fijn reservewoord. Voor de geheime oorzaak. Van de hele boel. En neem James Bond. Hè? Ja, ik probeer je uit te leggen hoe de algemene waanzin in elkaar zit. Hè? Neem James Bond. Dan is James Bond, die heeft een heel gemeen plan. Hè? En die gaat hele nare dingen doen. En allemaal mensen, auto's in de lucht en zo. En James Bond, die wil dat allemaal. En die mensen, die zien James Bond aankomen lopen. En die hebben dat niet in de gaten. Ja, en dan kan James Bond zijn gang gaan. Ja, die gaat zo, vodka martini. Ja? En dan gaan we even voor een kadetje. En dat is precies de bil. Ja. Een allegorie, ja. Je hebt de wil niet in de gaten. De wil heeft jou in de gaten. Zo zit het. En Christus Jezus heeft gezegd: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. En dat heeft hij niet letterlijk gezegd, maar zo is het vertaald. In de King James staat het ook zo. In het Engels. En in het Grieks ook. Er is geen discussie over mogelijk. Het punt is dat in die uitspraak staan twee negaties. En dat is categorie lulkoek. Die horen dat niet. Dit kan niet de boodschap zijn. En dat is geen kritiek op Christus Jezus. Ja, de goede man moest ook wat zeggen. En dan niet dusdanig dat hij... dat zijn feest te vroeg zou gaan beginnen. Dus hij drukte zich voorzichtig uit. Maar als je iemand te gast hebt en je vraagt wat wil je drinken. En die persoon zegt ik wil niet geen koffie. En wat zeg je dan? Je gaat op een date met een meisje.
Ik heb een afspraak. En dan moet je tegen haar zeggen... Als we zo dadelijk klaar zijn met eten... Hè? En we hebben dat lekkere toetje op... Dan wil ik niet... Geen... Seks. voel je hem al? Niet. Ik kan zeggen, dat is in feite een... Ja, zo wil ik het uitleggen. Het is een bonbon. Hè? Die je van oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden. Hè? Dat is een bonbonnetje. Dat zijn lekkere dingen. Maar dan moet je eerst dat papiertje eraf halen. En niet dat hele bonbonnetje in je mond stoppen. Dan kan je ervan verstikken ook. Eerst dat papiertje eraf. En dan moet je die niet moet je weghalen. En wat hou je dan over? Wat? Hoor ik het je goed? Wat hou je dan over? Ik ga het niet zeggen. Wat hou je dan over? Je hebt oordeeld niet op dat gij niet geoordeeld worden. Wat hou je dan over als je die twee negaties weghaalt? Het is zo eenvoudig. En de algemene waanzin is dat alles verschrikkelijk ingewikkeld is. Omdat wij katholiek zijn. Ik nou niet. Maar wij met z'n allen. Overduidelijk. Net met die vervelende Nijmegenaar. Die Frank Boeien. Iedereen is de weg kwijt. Ja, vooral Frank Boeien. En die kooksnaver. Ga die wereld uit. 1 seconde. Nee, algemene lulkok. Algemene waanzin. Neem mijn dochter. Die is ook knettergek. Ik neem het haar niet kwalijk. Maar zij doet mee aan die algemene waanzin. En ze zegt ook, ja, ik geloof erin. Je moet algemeen waanzinnig zijn. Je moet vertrouwen hebben in dat wat er in de krant staat. Dat is algemene waanzin. En dat is niks nieuws. Je moet niet zeggen, ja, nee, maar nou vind ik het helemaal niet leuk meer. Ja, op deze manier hou ik ermee op. Nee, het slaat helemaal nergens op. Dat was altijd al zo. En hoe dat komt, dat is vrij eenvoudig. Het komt door hechting. Wat is hechting? Nou, hechting is dat jij ervan overtuigd bent dat jij weet hoe dingen moeten zijn. En dan is het ook een hele tijd zo. En dan denk je, ja, ik heb gelijk. En dan plotseling begint dat waarvan jij dan dacht van, ja, zo moet het zijn. Dat begint te veranderen. En dan raken we poepzagrijnig. Oh nee, maar hey, dat is mijn zwembad. Hou op. Dat is mijn zwembad. Het is jouw zwembad niet, man. Hoe kom je er maar? Hij die heeft, die zal gegeven worden. Hij die niet heeft, die zal ontnomen worden dat wat hij heeft. En dat is de afspraak. En dat is jouw contract.
En als je dingen kwijtraakt, ja, dat was omdat je het niet had. En dan moet je er van afstand van doen. En als jij helemaal geen gitaar kan spelen. En je hebt een, ik heb een Gibson. En ik heb ook nog een Ferguson. En ik heb ook nog een Gustafsson, heb ik ook nog. Hè. En ik heb een 12-snarige. En ik heb ook nog een hele oude versie van mijn Huppeltje Pup. En je speelt helemaal geen gitaar. Wat moet je met die rotzooi? Nou, in beslag houden. En waarom dan? Nou, anders gaan andere mensen gitaar opspelen. Oh, en dat vind jij moreel? Ja, ik ben er echt, want ik kan zelf geen gitaar spelen. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik de allermooiste gitaren, die heb ik allemaal in de kelder. Gewoon lekker vochtig, verroesten, jongen, verroesten. Nou, daar gaan die gitaristen echt niet meer op kunnen spelen. Want ik ben hebberig van aard. En dan ben je behoorlijk, ja, in elke ontologie, zijns, leer. Ben je af, punt. En ben je waanzinnig. En je bent een einde aan het maken aan je leven op een hele langzame manier. Ja, van zelfmoord schrikken mensen zo. Ik doe het me langzaamaan. Ja, ja. Ik werd ook een keer gebeld door een jonge vrouw. Het ging over pensioenen. En dat is die outbound telemarketing. En ik denk dan, oh leuk, gaan we even kletsen. Dus ik zei gelijk tegen haar, van nou leuk dat je belt. En la 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 la, ze had een mooie stem. En ja, ik kan je wel vertellen, dat wordt niks verkopen. Ik kan me wel even zo voordoen dat jij een goed rapportcijfer krijgt voor dit gesprek. Zoiets voor je. Nou, vriendelijk, ja, kom erop. Ik heb een vragenlijst, daar begin het ermee. Ze leest zo'n script op. Ik zeg, nou, in het kort, van nou, ik vind het goed. Ik denk niet dat het gaat wat worden, Dan moet je niet denken, ja, dat zal ik je wel uitleggen. Maar kom erop met die vragenlijst. Nou meneer, hoe denkt u hierover? Wat is de situatie? Alles opdruinen. En zij dacht van, oh leuk, interessant. Nou, er valt wel wat mee te doen. Ja, ik beurde toen duizenden in de maand in euro's. Omzet, en er moet een beetje kosten vanaf. En, jongen, ik woonde in de Griepersbuurt. Nou, daar zijn de huren niet zo hoog. Oh, lesbiennes om me heen. Oh. Nee, die vind ik niet zo aardig. Nee, ze, nou ja, maakt ook niet uit. Beetje harde vrouwen zijn dat. Dat is ook die algemene waanzin. Dat die vrouwen, die gaan ze mannelijk lopen doen. Ha, 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 ha. Dat is die waanzin. En ik ben van mening dat wij, omdat we die waanzin niet inzien, werken we er lekker aan mee. Ongewild. Nee, ik werk er niet aan mee. Ik ben heel verstandig, want ik kan de kruiswoordraadsels oplossen. Ja, en onderwijl werken we er gewoon aan mee. Omdat wij, ja, wij geloven in de idioterie van de katholieke kerk. Punt. En met de Big Bang Theory. Dat is van de katholieke kerk. Ik heb een uitzending gemaakt. De Global Vatican, bla 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 bla. Francis, in die uitzending zeg ik iets van George of zo. Maar het is Francis Rooney. Ik was in de war met George Clooney. Maar het is Francis Rooney. Ja, bij deze rectificatie. En voor de rest, alles wat ik daarin heb gezegd. Dat is waar. Dan kan je zeggen, ja, daar wil ik niet in geloven. Ja, dan ben je algemeen waanzinnig. Want dan begrijp je niet waar je je wel op moet richten. Je moet op tijd zijn, bijvoorbeeld.
Ja, met op mijn werk als buurtconciërge. Het leven is prachtig. Kijk hoe het allemaal begon. Ik had een sabbatical dinges genomen. Van 2, bijna 3 jaar. En heel zuinig geleefd. Dus. Alleen maar tabak, wiet en alcohol. En geen dure dingen zoals biefstukken. Ik wil erop bezuinigen. Ook geen kleren kopen. Dat kost veel te veel geld. Een goedkope vakantie in mijn eigen woning. En toen werd het 2019. En dan was het een zondag. En toen vond ik het genoeg geweest. Heb ik een boodschappenlijstje gemaakt voor de volgende dag. En daarop stond dan schoonmaakmiddel. Even de kastjes checken. Oké, spiritus moet ik hebben. Ammonia moet ik hebben. Alles reinigen moet ik hebben. Overmeuk moet ik hebben. Sponsies moet ik hebben. Allemaal op. En thee. En dan de allergoedkoopste thee van de Albert Heijn. Dat was een hele leuke tijd. En toen heb ik een open sollicitatiebrief geschreven naar CISA. Nou, die maakte denk ik niet zoveel indruk. Die reageerde me niet. En CISA is een zorgverlener van mensen met een beperking. Dus gehandicapten. Nee, dat mag je niet zeggen. Ja, dat is die algemene waanzin. Vroeger heette die mensen gehandicapten. Maar dan mag je niet meer zeggen, het zijn mensen met een beperking. Ja, maar de inhoud van die woorden is hetzelfde. Het zijn mensen met een beperking. Ze zijn gehandicapt. Wat die mensen nodig hebben, is hetzelfde als wat jij nodig hebt. Namelijk dat er rekening gehouden wordt met jou. En daarom willen die gehandicapten dat ook, dat je rekening houdt met hen. Maar het was allemaal kasie-kasie. Uiteindelijk ben ik, ik hoorde maar niks van CISA. Moet ik je bellen? Ja, nee, druk, weet ik van. Ja. En wat moet je met een man van 60? En dan ging ik naar de gemeente toe, want ik voelde hem al hangen. Ik denk, nou, ik ben dan de bijstand dan, hè? Nou, naar die gemeente toe, van, nou, zo en zo. Ja, ik heb sollicitatie lopen, dat schiet niet op. Ja, voor de rest, ja, ernstig, hè? Geen inkomsten meer. Daar had ik het zelf op aangestuurd. Oh, daar vroegen ze ook nog aan mij. Ja, hoe kan het dan? Ik zei, nou, dat is gewoon een bekende verhaal. Een huwelijk, en dan heb je een kind samen. En dan raak je gehecht. Hè? Ja, daar gaan we weer. Dan raak je gehecht. En dan denk je, ja, dat is allemaal van mij. En het moet allemaal zo zijn. En dan is het niet zo. En dan... En dan wordt het huis uitgezet. Ja, nou, uiteindelijk nog die andere dingen. Dan denk je op een dag van, ik heb het gehad. Ja, dat was het, meer niet. Noem het maar huwelijksfrustratie. Ja. De hechting aan huwelijk, dat is het laatste wat je moet hebben. In deze dagen, met die overspelige vrouwen. En die vrouw, dat was een jonge vrouw. Niet echt mijn type. Maar toch een jonge vrouw. En zo van... ze heeft al die tijd alleen maar lopen suipen. Ja. En ik heb mijn hele administratie laten verslonsen. Allemaal oude klanten. Ja, die computers draaiden allemaal nog. Dat wel. Ik stuurde geen facturen meer. De klantcontact was een 0, broekzak. Er waren er al een aantal en die waren al chagrijnig. Nou, op deze manier vinden wij het niet leuk meer, want we krijgen geen factuur. Ik denk, ja, dan ga je wel overal over gaan lopen zeuren.
Wat een waanzinnige tijd leven we toch in. Maar zo kwam ik bij CISA terecht. Leuk was dat. Op een 0-uren contract. Oh, want jij bij de gemeente, om dat verhaal af te maken, toen ik aangaf, ik moest zo'n lijstje invullen. Van wat wil je allemaal doen? Wil je productiewerk doen? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Wat is er mis met productiewerk? Dat is relaxed, man. Ja, net als uien snijden. Dat is heel ontspannend. Dan ga je naar je werk en dan ga je lekker productiewerken. En dan ga je lekker opgeruimd naar huis. Kijk, dat is leuk werken. In principe is dat zo. Want je werk, wat is je werk? Oh, ik heb heel belangrijk werk, want ik heb binnenkort een helikopter. Nee, die krijg je helemaal niet, want je hebt me helemaal niet aan. En werken... Ja, voor mij is dat heel belangrijk. En daarmee bedoel ik duurzaam werken. Het niet de hele tijd van baan wisselen. En dan kan je van mij zeggen, ja, maar Perry, jij zat eerst in de ICT en toen ging je place lopen schoonmaken bij CISA. Dat lijkt me ook wel een wisseling van baan. Dat is helemaal niet waar. Want in die tijd dat ik bij CISA als die place liep schoon te maken, dat was maar 23 uur in de week. En je drinkt niet. En je bloot niet. En je rookt al geen tabak. En gekke koffie doe je ook niet. En suiker al helemaal niet. En wat denk je dat je gaat doen? Ja, YouTube-filmpjes kijken. Ja, en dan niet naar die stomme kattenfilmpjes. Nee, Alexander Alexandrescu. Die Ruski. Van, oh, denken we zo over memory management. Denken we zo over error-protectie. Stel ik je periwinkels. Niks ten nadele van die Rus. Die gozer van die Sutter van Microsoft. Die kleding. Auw, man. Zo van die vrije tijdskleding. Zo'n lekkere sweater. Ja, man. Zo'n sweater die dan hangt over je riem. Of zo. Dat is dan hip. Zo'n sweater van Microsoft. Al die bla, 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 bla. Ja, we moeten ervoor gaan en we hebben hoop. Hoop in wat, man. En een van de mooiste die ik zag, dat was de strange occurring bugs at Facebook. Nee, dat is lachen. Ik heb lang nagedacht over programmeren. En ik heb geleerd dat programma's die heel lang zijn, of die langdradig zijn, dat moet jij zeggen. Langdradige programma's die zijn lastig te veranderen. Dus je wil kort en krachtig. Dat betekent niet dat we heel weinig karakters gaan gebruiken. Dus we gaan besparen op karakters. Dat is een foute gedachte. Het aantal karakters, dat doet er niet aan. De boodschap moet kort en krachtig zijn. Het programma. En bij Facebook hebben ze, wat is het nou?
Dat is ook iets wat ik niet begrijp, hoor. Ze hebben de structured, oh nee, de standard template library. En daar zit een geweldig concept in. En dat heet de map. Dat werkt met hashfuncties. Ik heb er weinig vertrouwen in. En het is razendsnel. En met een hashfunctie kan je een ontzettende lerp met data ergens neerpleuren. En met een korte boodschap krijg je die hele lerp voor je bek. Dat kan je ook doen middels een index. Mag ik nummer 15? En je kan het doen via een hashfunctie. En dat je zegt, mag ik nummer, dan doe je dus x13 of zo. En inderdaad krijg je precies dat wat je gevraagd hebt. Een soort unieke identificatie zonder dat die uniek hoeft te zijn. Erg ingewikkeld. Het werkt razendsnel. En dan hebben ze verzonnen dat je een functie kan schrijven. En die heet een huppeltje pup. En dan krijg je een verticale haak. En dan staat daar dat gehashte nummer. En een verticale haak slaat. Zo. Zo'n identifier doet er dan in. En die wordt gehashed. En dan heb je over alleen maar dat te zeggen. Van, mag ik de inhoud van dit nummer? Deze code. De code moet je zeggen. Ja. Deze code. Dit is code dier. En dan krijg je die lerpen met data. Krijg je. Dat heet een map. En normaal gesproken doe je dat middels een index. En dat is soms ontzettend onhandig. En een map is ideaal. Maar wat hebben ze nou verzonnen? Dat als je vraagt aan de mappen, wat is code in wat? Ozark 596. Dan heb je daarmee een element gecreëerd in de map. Hoe kan je nou zo stom zijn? Om dat af te spreken. Als jij aan de map vraagt van, wat staat er bij codenummer? Heel ingewikkeld. En de map die weet je dat heel snel te vertellen dat er niks staat. Een leeg element. Ja, en de map heeft een leeg element aangemaakt. Nee, nu gaan we lachen. Dan groeit je map. Met allemaal lege elementen van stupido's die verkeerde codes lopen op te vragen. Oh, het zijn junior programmeurs. Op werk wel wat. Het punt is, die als jij als programmeur schrijf je een, je hebt een oproep van wat staat er op locatie huppeltje puppen. En jij vraagt naar een locatie die niet in de map voorkomt. Huh? Dan wordt dat apart gerapporteerd. In de zin dat je kan zeggen, staat er überhaupt iets op die positie? Het zou moeten kunnen. Maar als je er zonder meer vanuit gaat, je hebt C wordt de inhoud van een map, dat is een wiskundige begrip of informatica begrip. Je hebt een code en een meuk data. Gegarandeerd van één bepaald type.
En je vraagt naar de inhoud van een ding wat er helemaal niet is. Dat is foei foei baba. Ja, tenzij je op, weet ik veel, onderzoek uit bent. Maar dan heb je een extra parameter mee te geven. Zodat ik die functie kan zeggen. Maar ja, lul Hannes, er is helemaal niks. Een bye bye. En nee, die map gaat niet zeggen van, die code, daar gaan we gelijk aanmaken. Ja hoor, er staat niks. Snap je? En bij Facebook hebben ze daar last van. Ja, vind je het gek? Daar programmeren ze maar wat in het wilde. Want ja, dit schrijft heel kort. Nee, het is fout geschreven. De regel 1 bij het programmeren is dat je ervan uit moet gaan dat de parameters die je binnenkrijgt, als je programmeert, dan schrijf je een functie. Maar de parameters die je binnenkrijgt, je moet ervan uitgaan dat daar pindakaas vermengd met boerenkool en met de knoflookdrap staat. Daar moet je van uitgaan. Dus als eerste, als je een functie schrijft, je krijgt parameters binnen. Van wat is de lengte van Piet gedeeld door Els vermeerderd met de leeftijd van de grootmoeder? Ja, het eerste wat je gaat controleren is of die parameters wel kloppen. En maak dat vooral zo lang mogelijk. Nou, zo meer van dat soort dingen. Het gaat om het foutloos programmeren. Dat is de kunst. En dat kunnen die lui daarboven niet. Dan gaan ze, weet ik veel wat, ze gaan doen. Een programmeurtje pesten of zo. Ik heb er geen respect voor. Die algemene waanzin. Niet voor jullie persoonlijk. Wat mij betreft mag jij met Windows 11 gaan werken. Wat do I care? Oh ho ho, wat do I care? Niet omdat ik niet om je geef, daar gaat het niet om. Het maakt me niet uit dat je dat doet. Vind je toch wel lief. Ja. Want ik mag niet anders van mijn vader. Tja. Ja, dan ben je de sjaak. En ik kan je vertellen, het bevalt mij prima om de sjaak te zijn. Ik heb me vandaag kapot gekookt. Dat ga je toch wel voelen hoor. Maar dan had ik 2 keer rookpauze en dan loop je tussen die jeugd door en dan zie je toch die meisjes. Hè. Meisjes. Van die Jeffrey Epstein meisjes. En die Jeffrey Epstein meisjes, die zien mij ook. En dan loop ik in uniform. Ho, pas op, dat is de buurtconciërge. Ja. Die staat spaghetti carbonara te maken. Waar ik nog complimenten voor kreeg. Maar oh, het was een moeilijk koken, man. Zeg niet te doen. Ik had maar 2 gaspitten. Tyfus. Ik was van plan met 4 te gaan werken. Maar ja, heb je maar 2 die het doen. En nee, oké.
Ja, 36 man. Het is mij vergeven. Er werd nog wel argwanend gevraagd. Die spaghetti carbonara, was die niet een beetje koud? Ik zei ja, dat kwam door het gas van huis. Niet door mij. En die kip die was niet gaar. Dat was die oven. Oh, een kut oven. Dat is die algemene waanzin. Waarom niet gewoon een normale oven? Nee, dan moeten we bliep, 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 bloep, bliep, bliep, bloep, bliep. Doe maar een oven. De temperatuur instellen op mijn werk. Waar ik dan, werk. Nou, dit is wel werk, dit is vrijwilligerswerk. Dus hè, op mijn werk waar ik kook. Er is ook puinhoop. Maar daar hebben ze ovens. En daar kan je mij, jongen, dat zijn hete luchtovens. Het is heel simpel. Je kan je temperatuur te instellen en je tijd instellen. Nee, maar dat is makkelijk. En die ovens waar ik vandaan was, godverdomme. Bliep, bliep, bloep, bliep, bloep, bliep, bloep, bloep, bliep, bloep, bliep, bloep, 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 bloep. Wat is dat voor moderniteit? Dat is die algemene waanzin. Als het maar bliept, dan is het goed. Nee, doe mij maar zo'n oven op mijn werk. Hoppakee, een tijdknop, temperatuur en een burn baby burn disco inferno. En dat is die algemene waanzin waarin we zitten. En dat maakt het niet uit. Ik ga toch wel lekker koken. Ik vind het leuk om te koken. Punt. Dat van die aantrekkelijke vrouwen. Die Surinaamse vrouwen. Zoals ze zijn, 36. Een nieuwkomertje. Nou, die. Hij had een mooie rug. Ze zat mooi, voornaam overeind. En ze wilde geen advocaat. Over haar toetje. Ik had een leuk toetje. Dat is heel simpel. Dat is vanillevla. Dan neem je advocaat. Dat bederft niet snel. Dat is eieren dooien met alcohol. En wat suiker. Dat past goed bij die vla. En dan heb ik vla gedaan. En dan een toef, slagroom erop, niet te zuinig. Ja. En dan daar overheen, die advocaat. En dan Oreo's. Ik heb uiteindelijk, de laatste toetjes die de deur uit gingen, twee Oreo's per toetje. Dat is wel lekker hoor, zo'n Oreo'tje in de vanillevla met die advocaat en de slagroom. De Westermuurde. En complimentjes gekregen. Hey, die mensen zijn niet waanzinnig. Die snappen wel dat er ergens een onderkant is van de samenleving. En als die afgelopen is, dan gaat de rest er ook aan. Dat snap je wel als je onderin zit. En daarom zit ik graag onderin. Dat is altijd zo geweest. Ik heb helemaal nooit gehouden van rijke mensen. Die vond ik saai. Of druk, of... Doe mij maar de... Ja, dat is altijd zo geweest. En ik denk dat dat normaal is.
Ik denk dat jij ook zo moet zijn. Al die materialiteit, die hechting aan dingen. Het is lang geleden gezegd. Zelfs voor de gebeurtenis. Maar ook door andere mensen. Mensen die niks te maken. De gebeurtenis, dat de kruisiging. The cross. God, weet je nog? 7, 4 en die twee getallen in het symbool. Die twee aantallen, hun symbool. Allebei een kruis met een streepje. Ja, denk een beetje na over dingen. En stop met die algemene waanzin. Oh nee, begin met die algemene waanzin in te zien. En dat jij niet zo bent. Ja. Je bent net zo iemand als ik. Een verdorie, de oven doet het niet. Maar er komt wel een spaghetti carbonara. En de kip was niet helemaal gaar, maar we geven niet op. En uiteindelijk de laatste kip die allemaal in bakjes meegegeven aan die mensen. En die kunnen thuis in de magnetron stoppen en nagaren. En jeetje, wat was die marinade lekker. Ja, vind je het gek? Met sinaasappel en citroen. En chilipoeder en verse chilipeppers. En een bak soja eroverheen. Ik had misschien nog suiker moeten toegevoegen. Ja, de volgende keer. Ik heb ben speciaal naar de Steenstraat gegaan. En daar zitten die buitenlanders. En die hebben andere verkoopvergunningen. Dus als jij als Nederlander zo'n winkeltje wil beginnen, dan kan je in je reet steken. Maar die buitenlanders, die mogen dat nog wel. En die mogen dode kippen verkopen. En dan betaal je een prijs die zit ver onder de supermarktprijs. En ik moet dan een drie gangen maaltijd maken voor €4 per persoon. En ik zat er een dubbeltje boven. Letterlijk een dubbeltje. En zelfs de spaghetti. Ik had een lekkere spaghetti, die carbonara dingen. En voordat je die eieren erin flikkert, want dan is het afgelopen. Hè? En dan was het bederfelijk. Dat is een rauw ei, man. Is dat salmonella. En er zijn er bejaarden. Daar gaan we niet mee, nee. Maar die ook, die spaghetti. Daar zaten spekjes in. Ja, lekker man. Gewoon spaghetti al dente. Gebakken in spekjes. Lekker hoor. Behalve een not. Ik kan wel janken. Ik heb mijn klacht ingediend bij Rick. Zeg Rick, dat kan niet. Dit is geen koken. Niet voor zoveel mensen. En dan heb je meer gaspitten nodig. En de oven moet het doen. En het moet duidelijk zijn hoe dat ding werkt. Bliep, 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 bliep. Bliep, 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 bliep. Ja. Maar ik kan het gaan aankaarten bij Karen. En Karen was vandaag bij ons op bezoek. Ja. En met Karen even gaan praten. En een plan maken voor die keuken. Ja, dat je als kok lekker. Ja, hier hangt dit, daar is het. Ja. En een mandoline AUB. Dat je groenten kan schuiven. Sterker nog, Erik heeft er eentje en die gebruik je helemaal nooit.
En die keuken een beetje inrichten. Dat is goed voor iedereen. Dat vermindert waanzin. Want als we geen ingerichte keukens hebben, dan zijn wij gedwongen om te gaan converseren met Turken, waarvan wij de hele tijd gedacht hebben dat het Irakezen waren. Maar er waren geen Irakezen, er waren Turken. Van Marokkaanse afkomst. En andere verwarrende toestanden. Je moet je eigen keuken op orde hebben. Niet zelfs, niet straks, maar hoort er nog, verdomme. Nou, begrijp mij goed. En de algemene waanzin is dat het helemaal niet hoeft. Nee, je doet even bellen. En, oh, lekker eten. Oh. Nee. Nee. Want wat als je nou kinderen op bezoek krijgt? Hé? Ga je dan ook even bellen? Ja, dit zijn die dingen als de morfologie. Een morf is vorm. En alles heeft een vorm. En de morfologie is de kennis van de vorm. Het dat je van afstand kan zien, oh, dat is een olifant. Nee, dat is een giraf. Of het is een konijntje. En dat zie je aan de vorm. En daar is een kennis van. De kennis van vormen. Het getal 64 is erg belangrijk. Bijvoorbeeld. En dat is temporeel. Want zo dadelijk wordt 128 heel belangrijk. En nu is 64 heel belangrijk. In de ICT. En er staan op YouTube al. Dat is die algemene waanzin. Stelletje kleuterleiders. We staan nu al op YouTube. Filmpjes. Eén. Er is een film. Ik heb er maar één gezien. Okay. Maar anderhalf. En er wordt er gezegd, 128 bit computers, dat heb Adam niet nodig. Mijn vraag is, er zijn 128-bit computers. En waarom? Ja, ik ga hem stotteren. Er zijn 128-bit computers. Daar is heel veel geld voor betaald. Dus zij hebben ze nodig. Wij niet. Dat was de boodschap. Ja. En verder? Waarom hebben jullie ze wel nodig? Want je betaalt daar zo'n Cray. Dat is een 128 bits machine. Monster.
Ja, die zou ik ook wel willen hebben. Dat wordt lachen. Nee, nee. De consumentje heeft niet nodig je. Die is een 64 bitje. En ook nog zeggen. Ja, en als je 128 bit gaat, hè. Nou, de, oh, jongen. De, oh, nee, maar wat je dan krijgt. Oh, dat is echt. Oh, je moet het niet willen. Ah, ja, ja. Ik vind Satan boring. Dat is de volgeling. En daarmee hem. Maar dan stel ik je slap, Janus heeft die gozer in zijn team. Is dat alles? Is dit alles? Oeh, is dit alles? Oeh. Ja, is dit alles wat er is? Is dat alles wat ze kunnen? Die algemene waanzin. Ja, laten we er maar op vertrouwen. 128 bit, dat moeten wij niet willen. Wij moeten blijven bij 64 bit. Want 128 bit moeten wij niet willen. Want ik begrijp de logica niet. En vanzelfsprekend met 64 bit... Ik ben niet gek. Hé? Bedoel, het gaat om 128 bit. Mind you. Voorlopig, voorlopig. Don't panic. En daarna wordt het 256 bit. Wedden. En dan 512 bit. En dan, ja, dat weet ik ook niet meer. Ik ben begonnen met programmeren bij het 8-bit stelsel. En toen 16-bit. En toen 32-bit. En toen 64-bit. En dat doe ik nu nog steeds. En ik heb datastructuren en die zijn 128 bit. Per definitie. Ja, die moeten twee keer op de bus. Maar maak het uit. Dan doen we dat toch? Ja, de bus is 64 bit breed. Dus dan heb je 128 bit boodschap. Ja, dan heb je... Ja, de komende twee. Ja, dan krijg je dat. Dat maakt er helemaal niet aan. Ik zit niet zo te zeuren. Wij weten dat die luiden boven, die geven geld uit om instructiefilmpjes in de ronde te slingeren. Dat wij angst moeten hebben voor 128 bit hardware. Want dat kan niet. Er gaat alles fout. Nee. Dan krijgen we een beetje ruimte. Ja, die mensen, die algemene waanzin mensen, die zijn voor de beperking. En die mensen, die waanzinnigen, die zitten dus om ons heen. Die stemmen ook allemaal D66. En wij stemmen natuurlijk allemaal is anders van doe. In plaats van D. Oh, in 1966 deden wij er toe. Ja, dat is leuk. Hè? We zitten nu in 2022. Stelletje achterlopers. Het is mijn persoonlijke mening. Ik heb gelijk. En dat is mijn persoonlijke mening. Er is gewoon sprake van algemene waanzin. Ja, kun jij er wat aan doen? Nou, ik voorlopig niet. Het enige wat ik kan doen, dat is mijn eigen straatje schoonvegen. Ja, dat wel. Al die rotzooi opruimen. Om weg ermee. Kijk, in dit leven gaat het niet om jouw relatie met Mark Rutte. Die is toch boos op jou. Jij kan Mark Rutte niet troosten.
Hugo de jonge grijze schoenen kussen. Ik zal je schoenen verzorgen. Nee, je kan Hugo de jonge niet troosten. Die man die gaat naar de rooster. De Big Barbecue. En iemand als Hugo de Jonge en Mark Rutte, die hebben geen flauw benul van wat ze mee bezig zijn. Werkelijk helemaal not. En dan als de eerste beste Adolf Hitler. Of Winston Churchill. Die is ook zo seniel geëindigd. John F. Kennedy, die werd tenminste nog voor zijn kop geschoten. Die kreeg nog een beetje aandacht. Ja. Wat is er ook alweer gebeurd met die vent ook alweer? Het is een liedje van de Stranglers. Whatever happened to... Oh ja, Leo Trotsky. Die is vermoord met een ijspriem. Whatever happened to... Leo Trotsky. Ja, met een ijspriem. Ja, aardige mensen hoor, die Romeinen. Een bijzonder vriend. Ja. Wie? Kijk, jij vindt het leuk om naar mijn stem te luisteren. En dat vind ik heel erg lief van je. En ik vind het leuk dat er iemand naar me luistert. Hè? Maar jij en ik, hè? Ons bloed. Hè? Niet gelijk dan de oude dingen die we hebben. Maar ons bloed, dat is ook een... Iets met DNA. Ons bloed. Hij heeft de Spaanse griep overleefd. Ja. In mijn familie geen doden, hoor. Anders had ik het wel geweten. Hetzelfde geldt ook voor die pestepidemie. Daar hebben wij ook overleefd. Ja. En jij, die naar mijn stem luistert, jij gaat beteuterd lopen vaststellen van ja, verdorie. Dat is voor mij ook zo. En zo is het. Stel je niet zo aan. Zit niet zo te zeuren. Stand up and deliver. Ja, dat moet ik ook elke dag. Met mijn oude potten. En maak je niet zo druk. Wat mij betreft, hè, de jeugd, die is kansloos. Kijk. En dat schept mogelijkheden, jongen. Oh, wauw. Hè, bezie mij maar net zo. Ik ben net als Emiel Ratelband. Ik heb respect voor die man. En zijn... Ja, ik ben blij dat ik niet zo druk ben als hij. Want dat zou ik mezelf echt niet kunnen verdragen. En nu valt het van mee. Ik heb geen ruzie met de buren, nee. Maar iemand als Emiel Ratelband. Met hem valt geen discussie te voeren. Ooit, hè? Wilde ik voor mijn verjaardag... drie mensen op bezoek. Ik had een woonkamer aan de Eusebius Binnensingel. Met mijn rug naar de vijverpartij. De Lauwersgracht. En ik had het helemaal zo voor me.
recht tegenover mij Jomanda. Zo'n wijf in een blauwe jurk. Hè? Maria. En dan Emiel Ratelband. En Pim Fortuyn. En ik had zo'n lekkere stoel toen. Hè? En dan ik, want het is mijn verjaardag. Ik lekker blauwe, jenever met whisky. Elke combinatie telt. Als je er maar dronken van wordt. En dat iedereen, oh ja, sigaren roken. En Jomanda, Pim Fortuyn. Emiel Ratelband. Dat heb ik nog uitgesproken ook. En mensen zo lachen. Ha, 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 ha. Denk ik, ja, verdorie. Ja, zit maar een beetje uit te lachen. Ja, het is wel onmogelijk. Maar daar gaat het toch om. Nee. Het leek mij een heerlijke bijeenkomst. En dat ze dan opgehaald worden met taxi's. Ja, ik had niet, in die dagen had ik poenen. Ze konden zoveel betalen, ja. Inclusief krabsalade en wat je maar wil. Ja, het is mijn verjaardag. En voor de rest niet die familieleden en zo. Maar laat me zitten. Doe mij een leuke verjaardag. Ja, en toen werd Pim Fortuyn doodgeschoten. Was een beetje kut, eigenlijk. Anders was het heel anders afgelopen. Serieus. Ik had doorgezet. Ja, ik ben niet gek, hè. Ik werk voor de grote werkgever. Dus ik heb geen bankrekening hier op aarde. Ja, ik heb van die dat bonnetjesysteem. Dat heb ik wel. En dan doe ik allemaal heel netjes zo. Bonnetje hier, bonnetje daar. Yeah. Ik werk niet voor een... Ik werk voor de grote werkgever. De enige die mij voedt. De enige waar ik wat aan heb. Die geeft hem tenminste een trap onder mijn kloten. Gewoon, hé, hey, schiet eens op, jij. Op de juiste momenten. Terwijl je dagelijkse werkgevers, jongen, die, hey, dit ben je, moet je bij je. Dan loop je een beetje af te blaffen. Doodvermoeiend volk. Laten wij de algemene waanzin. Hoe het is. De jeugd is verloren. Dat is tenminste een statement. En begrijp mij goed dat daar iets heel positiefs in zit. De jeugd heeft geen enkele toekomst. Ach, jongen. Het is over. Met elke vorm van hoop. Door de algemene waanzin. En dat was er vroeger ook. Dus, kijk. Vroeger had de jeugd ook geen toekomst. Want nada niks. Sinds wanneer moet de jeugd een toekomst hebben? Nee, zo werkt het helemaal niet. En dat is het hele punt. Kijk, arbeid macht vrij. Dat is regel 1.
Arbeid mag vrijen. Dat nummer van Cyndi Lauper. Van after the day and work is done, girls just want to have fun. Oh, girls just want to have fun. Oh, girls wanna have... Ja, after the day and work is done. Ring a bell. Ja, of ik ga nog meer zingen. Nee, ik heb een beter idee. Ik doe een muziekje op. Want dat heb ik altijd beloofd. Komt-ie. Wijze mannen zeiden me.